geen kans meer op een recessie, volgens Goldman Sachs. In het nu kan je makkelijk zeggen, oké, ja, waarschijnlijk is het een zachte landing. Ja, als je al geland bent, kan je dat makkelijk zeggen. Nou, want ik denk dat dit een beetje overdreven is. En dat betekent dat het een hele mooie kans biedt. Ja. Welkom bij de Opencash. Ik ben Chris. Ik ben Barry. En Chris, ik heb gelezen dat Goldman Sachs heeft gezegd dat er geen kans meer is op een recessie. Oké. Okay. En dat is waar we het in deze video onder andere even over gaan hebben. Want jij hebt een mooi onderwerp bedacht voor deze video. Maar dit stukje wil ik daar even in meenemen, want het is best wel belangrijk. Geen kans meer op een recessie, volgens Goldman Sachs. Gaan we dadelijk even naar kijken. Ja. Allereerst, cijferseizoen zit er weer aan te komen. Volgende Zeker. Week gaat het weer losbarsten. Ik heb al heel vaak aangegeven in de livestreams ook. Ik vind dit het misschien wel mooiste stukje van de mooiste periode, moet ik zeggen. Dit is eigenlijk 4 keer per jaar kerstmis voor beleggers. Ja. En dat kan uitpakken met een cadeautje als een paar sokken waarvan je denkt, krijg ik weer een paar sokken. Daar heb ik niet zoveel aan. Of een cadeautje waarvan je denkt, wauw, dat kan alle kanten op gaan. Ja. Maar het cijferseizoen is altijd leuk, omdat je gewoon weer even inzichtelijk hebt. Hoe staan de bedrijven ervoor? Wat is de outlook? Hoe hebben ze gepresteerd? Dat soort dingetjes vind ik altijd leuk om weer even te weten over mijn eigen investeringen. Kijk, het cijferseizoen is gewoon voor de aandelenbezitter of investeerder. Kijk je onder de motorkap. Ja. Nu kan je even zien hoe het er echt voor staat. Zijn de beloftes die gedaan zijn, nagekomen? Ja. Wat kunnen we de aankomende maanden verwachten? En dat is uiteindelijk waarvoor je in een bedrijf investeert. Want je investeert om je vermogen te laten groeien. Hoe laten die bedrijven dan het vermogen groeien? Dat krijg je in het cijferseizoen te horen. Als bedrijf A beloofd heeft, als we goede cijfers draaien, gaan we dividend verhogen. Ja. Hey, die cijfers zijn hoger. Ja. Nu zou eens dividend moeten gaan verhogen. Weet zijn je, dat de target soort behaald? Ja, zijn de target behaald? Ik vind dit altijd leuk. Ik krijg daar altijd wel een beetje de kriebels van. Ik kijk er naar uit ook. Als ik bijvoorbeeld weet dat Shell op die en die datum met cijfers komt, dan ga ik daar ook echt wel even voor zitten. Dan weet ik ook, oké, het is bijna tijd. Dan is dat gewoon tof om even in de gaten te houden. Switchen hem meteen even deze kant op en gaan we eventjes globaal door het verhaal heen. Nou ja, je ziet al sinds het nieuwe jaar is anderhalve week oud. Ja. Moet zeggen, links en rechts zijn er echt wel aandeeltjes die het heel goed doen. Ik pak bijvoorbeeld even Nederlands Glory ASML erbij, plus 8%. Ja. Maar ook aandeeltjes die achterblijven, Microsoft en Tesla. Ja. Wij worden er wel eens op gewezen dat we dat soms wat oneerbiedig of kleinerend zeggen. Omdat we alles afkorten met tje. Ja, zo praten wij nou eenmaal. Maar 8%'tjes moet je inderdaad niet onderschatten. Want 8% dat is heel netjes. Is gewoon serieus goed. Ja, anderhalve week, hè? Inderdaad. Anderhalve week. Inderdaad. Nou ja, anderhalve week, dat zou pak een beet. Niet helemaal, begrijp ik. Procentje per dag. Ja, nou, dat is serieus. Voor die grote bedrijven is dat gewoon heel veel, ja. En dat is natuurlijk heel erg interessant. Je bent het nieuwe jaar binnengekomen. Iedereen heeft weer frisse blik. We gaan de portfolio updaten. Wat gaan we allemaal doen? Ja, cijferseizoen zit natuurlijk aan te komen. Dat is heel erg interessant. Dat begint letterlijk volgende week. Komen de financials meestal als eerste. En je kan daar heel goed op positioneren. Ook macro-economisch staan er gewoon hele belangrijke zaken op de stapel. En als ik dan één ding daarvan meeneem. Ik heb hier even Dutch TTT Natural Gas Futures meegenomen. Waar ik daarmee wil op doelen is commodities in zijn geheel. Want als ik hem hier op zijn 2 jaar zet, dan zie je hier een super scherpe daling. En gas is gewoon een van de meest kostopdrijvende assets die er op dit moment zijn. Nou ja, die heeft mede ervoor gezorgd dat de inflatie zo crazy is gegaan. Misschien bijna wel solo. Ja, dat. En je ziet gewoon dat hier zo'n scherpe terugval is geweest. Zachte winter. Ja. Vraag bleef in principe uit. En je ziet gewoon dat die prijs ineengestort is. En je weet dan, dit is een blik in de toekomst. Ja. Je weet hierdoor, die inflatie die gaat omlaag. Die Fed gaat waarschijnlijk nog rentebeleid doorvoeren. Maar je moet doordenken. Dit geeft uiteindelijk dadelijk kansen op verschillende aandelen. Ja, dit is ook dat is uiteindelijk waarvoor je hier zit, hè? Op de momenten dat het gas ingekocht wordt, is het ook niet direct van, oké, vandaag hebben ze dat dus voor deze prijs ingekocht. Morgen betaal je dat onderaan de streep. Zo werkt het niet helemaal. Maar uiteindelijk wordt je gezegd, dit is een blik in de toekomst.
dat is hoe dat gaat. Ander dingetje, wat ook heel erg meespeelt, is het vrachtvervoer, vrachtverkeer wereldwijd. We nemen dan altijd containerdata mee. Gaan ja, gewoon even, die hele grote bulkschepen. Ja, maar even zonder dolle. De prijzen voor containers, ja. Want dat is echt, ik kom natuurlijk zelf uit logistiek, ja. In de vis, ja. Havens, ja. Daar deden we, nou ja, alles. Lag ook een beetje aan de periodes, als het goedkoper was om het met schepen te doen, deden ze het met schepen. Mm. En waren de containers goedkoper, dan ging alles, werd volgepompt met containers. Alleen als je kijkt dat een containertje ja, tussen de $1,000 en $1,500 kost, ja. Laten we het daar gemiddeld even op houden. En als je dan ziet dat een container ineens over de 10.000 euro kost, ja. Één container, ja. Dan zeggen ze... aan de haven waar ik gewerkt heb, laat maar gewoon coasters komen. Coasters, hele grote boten, dan vullen ja. We die boten wel. Dan kunnen ja. In één keer 400.000 pakken vis in. Ja. Dat is uiteindelijk goedkoper als ja. Dat we allemaal containertjes moeten gaan ja. Doen. En ja, als dat 11.000 euro voor een container kost en nu zit je alweer op, nou ja, een respectabel bedrag als je dat vergelijkt met waar je vandaan komt. Nu kost het dan een 2K gemiddeld. Een 2X, ja. Ja, dat scheelt heel veel geld. Ja, maar je ziet gewoon... Het is dus niet alleen de grondstof die duur was. Ook het vervoer werd duur. En daar wordt inflatie nog groter van. En je ziet ook dat dat als een gek in elkaar stort. Ja. Dus je hoeft geen raketgeleerde te zijn. Dat je weet, die inflatie gaat omlaag. En we zijn de afgelopen zeker 6 maanden. Maar ik denk zeker 12 maanden. Als hele maatschappij toch alleen maar financieel gefocust op inflatie. Ja. We hebben het alleen nog maar over inflatie. En Federal Reserves als je wat meer in de... aandelen al zit. Maar dat zijn de enige 2 woorden die je hoort. Ik mis er 1. Nou. Inflatie en Federal Reserve, zeg jij. Ja. Recessie. Ja, nou ja, je hoort er ook zeker bij, want zoals ik net al aangaf, dat is waar we dadelijk even naartoe gaan werken ook. Goldman Sachs zegt dat er geen kans meer is ja. Op een recessie nou, dat, eigenlijk. Maar ik vind dat wel een hele kanteling. Ik vind dat een hele draai. Ja, want het hoge woord was eigenlijk heel lang durfde niemand te zeggen dat we in een recessie zouden gaan komen, terwijl ja. Wij zeggen, nou oké, crisis, recessie, tuurlijk zijn er regeltjes voor, natuurlijk kunnen ze vanaf een x-aantal data kunnen ze zeggen, oké, nu is het officieel een recessie, maar je kan niet onder stoelen of banken steken dat dit een crisis, recessie, noem het hoe je het wil noemen, is geweest, waar we, of is het nog steeds waar we in zitten. Goldman Sachs ziet de inflatie dalen dit jaar. Ja. De Amerikaanse... Ook weer inflatie, hè? Ja, de Amerikaanse zakenbank schat de kans op een recessie in de Verenigde Staten dit jaar op slechts 35%. Oké, geen recessie meer. Misschien iets overdreven, maar ik bedoel, hiermee geven ze wel aan dat ze die kans op dit moment eigenlijk veel kleiner schatten. Als dat de afgelopen maanden overal geroepen wordt. Ja, ze zeggen eigenlijk, we voorspellen wel economische teruggang. We verwachten, we gaan weer terug naar het zachte landingsscenario. Dat is eerder ook al te sprake gekomen. Ja, weet je wat ik hiervan denk altijd? Tuurlijk, de indicatoren wijzen allemaal de goede weg op. Ja, maar... Maar als je met die termen gaat schermen, ja, is het wel een recessie? Zachte landing? Maar ik vind nog steeds... En dat is mijn persoonlijke mening. Kan het altijd erger? Dat kan. Maar ik vind nog steeds dat het 1. Geen zachte landing is geweest. Ja. Want we zijn gigantisch hard naar beneden gepleurd gewoon. Ja. En dat deed pijn. En 2. Die recessie, crisis, noem het hoe je het wil noemen. 35% acht ik de kans dat die er nog komt. Maat, die is geweest. Of daar ja. Hebben we in gezeten. Ja. Dus... Is het een zachte landing? Nou ja, ik denk dat heel veel mensen serieus veel pijn hebben gehad. En dat daar bedrijven nog steeds op het randje van omvallen staan of nog gaan omvallen. Ja. Dus is het een zachte landing? Oké, misschien als ze kijken naar de markt. Maar als je naar de markt kijkt, is die landing ook niet zacht. Als je naar aandelen kijkt, 70-80% zijn gedaald. Dus ik denk dat deze berichten vooral voortkomen uit het punt dat ze denken, oké, er zit wellicht een kantelpunt aan te komen. Ja, maar dat is het ook. Kijk, en je ziet eigenlijk ook, ik zit het hier nu verder te lezen. De bank verwacht dit jaar een lagere prijs van basisgoederen en het herstel van de aardvoerketen. Nou, dat is eigenlijk letterlijk hetgeen wat we ook hebben aangehad. Dat is inderdaad ook, dat zijn de feiten die al op tafel liggen. Maar dat vind ik altijd, en dat is ook altijd met grote banken, met instanties over huizen hebben we het ook gezien, hypotheken hebben we het ook gezien. Wij werken niet bij Goldman Sachs. Nee. Wij hebben het al maanden over dat transport aan het dalen is. Ja. Oké, de laatste paar maanden, weken is het pas voor wat betreft gas. Maar dat was hetzelfde met de allesbubbel. In oktober 2021 hebben wij die video gemaakt. Ja, en een jaar later durven grote partijen dat pas te zeggen. En dan denk ik, ze lopen vaak wel een beetje achter de feiten aan. Nee, maar is ook zo. Kijk, als ik hem nu op een jaar zet, dan zie je gewoon hoe we daar eigenlijk globaal voor staan. 6 maanden, ik weet niet welk boter erger is. Ik denk een jaar.
denk ik. Ja, als jij nu gaat zeggen, oké, jongens, we komen niet in een recessie, we krijgen een zachte landing. Nou, dit ziet er niet uit als een zachte landing. Weet je, de schade is al aangericht. De indexen van die belangrijk zijn voor de inflatie, die zijn al bekend. Lopen al voor. Je weet dat die inflatie gaat dalen. Je weet dus ook uiteindelijk wat dat effect heeft gehad op de aandelenkoersen. Je loopt nu achter de feiten aan. En je moet zorgen dat je voor op die feiten gaat lopen. Want wanneer wordt het gezegd? Hier wordt het gezegd. Maar hier deed het pijn voor al die mensen. Ja. En voor al die beleggers. En voor al die bedrijven. En voor al die huishoudens. Hier wordt het gezegd. Ja. Maar hier deden die containers aankopen pijn. Hier hebben die bedrijven schade geleden en pijn gehad. En niet in het nu. Nu kan je makkelijk zeggen, oké, ja, waarschijnlijk is het een zachte landing. Ja, als je al geland bent, kan je dat makkelijk zeggen. Ja. En dat is het. Het wordt eigenlijk pas gezegd als je al geland bent. Nou, en daarom denk ik dat het nu ook heel erg belangrijk is om vooruit te gaan kijken. Dat cijferseizoen zit er gewoon aan te komen. Ga sowieso goed kijken in die cijfers. Hoe erg was die klap dan van afgelopen jaar? Als ik bijvoorbeeld een Amazon kijk, die is gehalveerd. En die cijfers komen dadelijk naar buiten. Waren die cijfers echt zo slecht dat je dit kan verantwoorden? Want ik denk dat dit een beetje overdreven is. En dat betekent dat er kansen liggen. Een hele mooie kans biedt. Ja, dat is het. En dat is uiteindelijk hoe je zelf al die aandelen moet gaan beoordelen. Hoe je dit soort nieuwsfeiten ook mee moet nemen. Hoe je dit soort nieuwsberichten ook moet lezen eigenlijk. Ja, want ik zie dit. Ik probeer het altijd visueel in beeld te brengen voor de mensen. Ik denk dat heel veel mensen de afgelopen tijd, want dat ging gewoon viral, het beeld hebben gezien van Tom Cruise die zijn eigen stunts doet. Ja. Nou, op het moment dat hij dus met die motor van die berg afrijdt en hij hangt in de lucht, denken ze, oké, hoe gaan we dit scenario schetsen? Als hij dadelijk op de grond klettert, op het moment dat hij gekletterd is, zeggen ze, ja, we hadden wel verwacht dat dit pijn ging doen en wat erg allemaal, weet ik wat. En op het moment dat hij zijn parachute uitdoet en een zachte landing maakt, zegt hij, ja, zachte landing was wel voor... Dat is precies wat hier gebeurt. Ja. Achteraf is dat heel makkelijk zeggen, maar inderdaad wat jij zegt, ja, ik denk dat er wel heel veel kansen links en rechts liggen voor bedrijven die te hard zijn afgestraft. En ga in die cijfers duiken en ga kijken hoe ze ervoor staan. En maak je eigen visie, creëer je eigen visie daarop en je eigen mening. Maar ik denk dat heel veel bedrijven hele grote en mooie kansen bieden op dit moment. Ik denk dat heel veel bedrijven er best wel redelijk geprijsd voor staan. Helemaal als je optelt, nou ja, inflatie gaat waarschijnlijk terugkomen. Het rentebeleid zal waarschijnlijk versoepelen. Commodities goedkoper worden, Chinese economie die langzaam aantrekt. Dat zijn allemaal dingetjes die je voor 2023 moet gaan meenemen. Ja. Zal er hier en daar nog een terugtest komen? Vast en zeker. Maar ik denk dat een kanteling... Ik denk ook dat die kanteling niet met niet flawless gaat verlopen of zonder problemen. Dat moet je niet verwachten. Je ziet ook Thailand die inreist vanuit China. Ze willen weer coronapaspoorten en weet ik veel wat, omdat ze dat weer veilig willen stellen en weet ik veel wat. Dus daar zal op de weg naar boven, als we die weg naar boven in gaan zetten, zullen er ook wel hobbels en kuilen verschijnen. Maar ik denk op een gegeven moment, we hebben die video in 2021 gemaakt, de allesbubbel. Ja. Het is nu tijd om te zeggen, oké, we gaan dadelijk ook weer kantelen. En dat zeggen we al een tijdje. En dat is ook zo. Je moet beginnen met zaaien. Juist, je moet beginnen met zaaien. Ja. En uiteindelijk kan je dan later pas de bloemen gaan plukken. Maar als je nog niet hebt gezaaid, dan valt er weinig te plukken. En dat is een beetje de insteek van deze video. Aandelen leven langzaam weer op. Is er een kanteling aanstaande? Die kanteling is aanstaande. Dan kan je geen datum geven, kan je geen tijd geven. Maar ik weet wel dat die kanteling steeds een dagje dichterbij komt. Zeker. En dat is gewoon een feit. Dus... Samengevat? Ik denk dat we de meeste pijn al achter de kies hebben. Is dat een normale uitspraak? Ik denk dat het meeste pijn al geschiet is en dat je langzaam vooruit moet gaan kijken. En dat er zeker voor aankomend jaar 2023, we zitten nu nog aan het begin, cijferseizoen zit eraan te komen. Ik denk dat er zeker een hele mooie kans voorbij komen. Dat denk ik ook. Goed, vond je deze video weer tof? Smash sowieso even op dat duimpje en abonneer even op dit kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Onderaan deze video komen alle linkjes terug richting www.dopecase.nl. Vind je onder andere ons leerprogramma. Alle informatie over Platinum, supportlinks, ons Discord kanaal, alles staat op onze website. Heel erg bedankt voor het kijken en we zien jullie graag volgende keer. Later.